De beurzen zijn erg onder de indruk van de draai die de Bank of Japan heeft gemaakt. Of zowel als een broker het uit de UK het zei van when your first meeting, don't bring a knife, bring your bazooka. En dat heeft de nieuwe governor van de Centrale Bank van Japan ook daadwerkelijk gedaan. Die is maximaal gaan verruimen. Als u dacht dat de Fed ging verruimen, nou, de Bank of Japan gaat er nog even overheen. Even ter vergelijking. De Fed koopt 85 miljard per maand aan staatsobligaties op. De Bank of Japan koopt voor 72 miljard nu op. In percentage van de economie is dat 6,8% voor de Fed en maar liefst 15% voor de Bank of Japan. Dus oftewel, de Bank of Japan gaat ruim over de Fed heen. En deze maximale uitbreiding van monetaire activiteiten zorgt ervoor dat mensen op zoek zijn naar vaste dingen, omdat ze bang zijn voor inflatie. Dus je ziet dat onroerend goed het heel goed doet. Je ziet dat de Ferrari-verkopen in de eerste ronde al heel erg sterk gestegen zijn. Die zullen nu nog verder gaan stijgen, dat soort zaken. Men wil harde assets hebben, omdat men bang is voor inflatie. De Europese Centrale Bank zit op zijn handen en zal er voorlopig wel even blijven zitten. Wat je wel gaat krijgen is dat er maximale aandacht is van, nou ja, god, in Amerika lijkt het dus te werken en goed te gaan. De Bank of Japan heeft dat voorbeeld gevolgd en doet het zelfs nog een tandje geërger. En de ECB doet niks. De ECB doet eens wat, want bij ons is de economie zo slecht. Ik moet zeggen, ik hecht toch ook wel wat waarde aan de waarde van het geld. En ik ben blij dat de ECB daar ook voor staat. Want dat is de primaire doelstelling van de ECB. Dat ze niet te veel inflatie mogen laten ontstaan. En dat heeft ook zijn voordelen. Maar die voordelen zijn met name op lange termijn te zien. En die korte termijn stimulering zoals we in Amerika en nu ook in Japan zien. Ja, dat zijn korte termijn investeringen of effecten. En het is de vraag hoe dat experiment ook gaat aflopen. Dat weten we nog niet. Er zal op een gegeven moment een eind moeten komen aan die QE, aan die monetaire verruiming. En ik ben benieuwd hoe het plaatje er dan uitziet. Maar daar zijn we voorlopig nog niet. De vraag of Draghi de druk kan weerstaan is een vraag die heel moeilijk te beantwoorden is. Hij heeft in ieder geval in zijn optredens in het verleden gezien dat hij echt met beide benen op de grond staat en zijn rug recht houdt. Daarachter zit natuurlijk ook de Bundesbank nog met Weidmann. En Weidmann zorgt er ook wel voor dat Draghi de goede kant op gaat. Ik help het te hopen, want anders gaan we dus dat monetaire experiment in. En we weten niet hoe experimenten aflopen.